Kijkers, met steun van ondernemers en burgers is de eerste stellegging mogelijk geweest voor de bouw van een woning voor mevrouw Shakunta de Bidin. Vanwege slechte weersomstandigheden is dit wel een beetje gestagneerd. De oplevering kon dus niet volgens planning geschieden. Maar wat wij onder uw aandacht willen brengen is dat de afbouw nogal wat kost. En we zijn eigenlijk op zoek naar meer ondersteuning hiervoor. Louis Vismalen. Doet een update hiervan. Beste kijkers, zoals u weet hebben wij beloofd. wederom een update te brengen. van de woning van mevrouw. de Bedien. U heeft aardig gedoneerd. en dit is het resultaat. wat u achter ons ziet. De woning is jammer genoeg nog niet af. Wij hebben gemikt. om het binnen ettelijke weken af te ronden. maar gezien de weeromstandigheden. hebben wij dat niet meegekregen. Maar dan nog. vraag ik, smeken wij u. Nogmaals even 12 te doneren om deze woning heel snel af te maken. We hebben nog enkele dingen die wij nog moeten afronden. Maar wij rekenen op uw donatie om deze woning heel snel af te ronden. Enkele dagen, weken heeft het zwaar geregend dat de aannemer niet heeft kunnen werken. Maar vandaag zijn ze weer hier om aan de slag te gaan. Nogmaals, donateurs, wij vragen u. Doneert die 1 voor 12 om deze woning heel snel af te hebben. We rekenen op u en ons dank zal heel erg groot zijn dat u ons zal helpen. Dank u nogmaals. Bedankt voor alle donateurs die de afgelopen periode hebben gedoneerd. God zegen naar u allemaal.